Hallo jongens, meld je aan voor kanalen om meldingen te ontvangen wanneer het laatste nieuws beschikbaar is. Max Verstappen toont voor het eerst foto met nieuwe vriendin. Max Verstappen toont voor het eerst foto met nieuwe vriendin. 13 juni 2019, 13:29. Laatste update, 35 minuten geleden. Max Verstappen heeft voor het eerst sinds lange tijd een foto van zichzelf en zijn nieuwe vriendin Dilara Zanlik op Instagram geplaatst. De 21-jarige Formule 1-coureur staat samen met Zanlik op de foto die in New York is genomen, in de mall nabij het World Trade Center. In het bijschrift van de foto zegt Verstappen dat hij het naar zijn zin heeft gehad in de Amerikaanse stad en zich nu zal voorbereiden op de Grand Prix van Frankrijk die op zondag 23 juni zal plaatsvinden. Eind 2017 plaatste Verstappen al eens een foto met Zanlik, maar de Limburgse coureur houdt zijn privéleven zoveel mogelijk buiten de spotlights. Er is dan ook weinig bekend over Zanlik, behalve dat ze afkomstig is uit München en in Londen studeert. De jonge vrouw heeft haar sociale media platforms afgeschermd.